16e eeuw was een van de roerigste eeuwen in de Europese geschiedenis. Hervormers als Luther en Calvijn brachten een scheuring in de Europese christenheid teweeg die nooit meer hersteld is. Tegelijk was de 16e eeuw de eerste eeuw waarin de Europese expansie in andere werelddelen merkbare invloed begon te hebben op de Europese geschiedenis. Behalve het Amerikaanse goud en zilver kwamen ook tot op dat moment onbekende ziekten naar Europa. Maar terzijde van al dat gedruis was de 16e eeuw ook de eeuw waarin de wetenschappelijke revolutie begon. In het afzijdige stadje Frauenburg in Oost-Pruisen leefde en werkte de domheer Nicolaas Copernicus aan een nieuw wereldstelsel. Een wereldstelsel waarin hij filosofische en religieuze voorstellingen scheidde van de wiskunde en de fysica en die grote verschuivingen in het wereldbeeld van de Europeanen teweeg zou brengen. Verschuivingen waarbij de Renaissance en de Reformatie in het niet verzonken. In dit programma besteden we aandacht aan de geleidelijke verbreiding van het wereldbeeld die het gevolg is geweest van nieuwe inzichten op het terrein van de sterrenkunde en verwante natuurwetenschappen. In 1500 was het astronomisch wereldbeeld gebaseerd op een combinatie van de filosofische leer van Aristoteles en de sterrenkundige constructies van Ptolemeus. De aarde stond onbewegelijk in het centrum van de wereld. Zon, maan, planeten en sterren zaten aan kristallen bollen die om een gemeenschappelijke as draaiden. Alle sterren zaten op de buitenste bol die in tegengestelde richting bewoog. Voor het verklaren van de onregelmatige bewegingen van de planeten gebruikte men een combinatie van cirkelbewegingen. Zo werd de schijnbare slingerbeweging die de planeet Mars maakte op een ingewikkelde wijze verklaard. Cirkel en bol waren immers volmaakt en behoorden toe aan het hogere en hemelse. Bij de verklaringen van verschijnselen op aarde en aan de hemel gebruikte Aristoteles verschillende systemen. Het vergankelijke, ondermaanse, hadden alle lichamen de neiging in een rechtlijnige, natuurlijke beweging naar het middelpunt van de wereld te gaan, terwijl in het onvergankelijke bovenmaanse de cirkelvormige, eeuwigdurende beweging de natuurlijke beweging was. Dit was de bewegingsleer die ten grondslag lag aan het geocentrische wereldbeeld. Nicolaas Copernicus verwierp als eerste het klassieke wereldbeeld. Hij zei: waarom zouden we niet erkennen dat de schijn van de dagelijkse wenteling aan de hemel toekomt en de werkelijkheid van die wenteling aan de aarde? Volgens Copernicus draaide de aarde in 24 uur om haar as. De kritiek dat ze door zo'n snelle beweging uit elkaar zou spatten weerlegde hij met het argument dat dit bij een veel sneller draaiend hemelbol juist veel eerder het geval zou zijn. Bovendien geloofde hij dat de zon het middelpunt van de wereld was. De aarde en de toen 5 bekende planeten beschreven cirkelvormige banen om de zon en de maan liep een cirkel rond de aarde. Copernicus was een voorzichtig man. Hij liep niet zo te koop met zijn nieuwe wereldbeeld. Pas in zijn sterfjaar, 1543, werd zijn boek over de omloop van de hemelse sferen uitgegeven.
In het voorwoord schreef Andreas Osiander, een Luthers predikant, dat het systeem van Copernicus niet een juiste beschrijving van de werkelijkheid was, maar slechts een mathematische hulpconstructie om bepaalde berekeningen te vergemakkelijken. Zo probeerde Osiander de oppositie van de kerk tegen het boek te minimaliseren. Ondanks dit geruststellende voorwoord bleven velen op religieuze gronden ernstige bezwaren tegen de nieuwe theorie koesteren. Melanchthon, een kerkgeleerde, zei het zo. Als een cirkel draait, blijft zijn middelpunt in rust. De aarde is het middelpunt der schepping, bijgevolg staat zij stil. En Luther meende... Er staat geschreven in de Heilige Schrift dat Jozua de zon gebood stil te staan en niet de aarde. Bovendien kon men zich in die tijd niet voorstellen dat de grote, logge aarde zich zowel om haar as als door de ruimte zou kunnen bewegen. Ook zou zo'n beweging zich dan moeten weerspiegelen in een schijnbare tegengestelde beweging van de sterren. En wanneer die niet merkbaar zou zijn, zou dat betekenen dat die sterren heel ver weg stonden. Zo'n ontzaglijke ruimte tussen de planeten en de sterren zou toch volkomen nutteloos zijn. Toch begon de gedachte dat het heelal niet bij die sfeer van sterren eindigde, terrein te winnen. De Engelse werktuigkundige en astronoom Thomas Digges probeerde de verschuiving van de sterren ten opzichte van elkaar te meten en uit het feit dat die niet meetbaar was, concludeerde hij dat het heelal een oneindige ruimte moest zijn met de sterren door de hele ruimte verspreid. Was de wereldorde van Copernicus al ontzettend uitgedijd, maar toch nog eindig en besloten, bij Digges komt voor het eerst de suggestie dat die beslotenheid helemaal niet bestond. Een soortgelijke mening werd verkondigd door de afvallige monnik Giordano Bruno. Hij haalde niet alleen de aarde, maar ook de zon uit het centrum van het heelal. Het heliocentrisch wereldbeeld en de centrale positie van de zon waren voor Bruno een magisch symbool voor een nieuwe wereldorde. Bruno schopte echter ook op theologisch gebied flink tegen heilige huisjes. En dat ging de kerk te ver. Bruno viel in handen van de inquisitie en in 1600 werd hij op de brandstapel ter dood gebracht. Veel voorzichtiger was de Deense edelman en astronoom Tycho Brahe. Hij kreeg van de koning het eiland Ven in de Sond, waar hij de prachtige sterrenwacht Uranienburg kon laten bouwen. Zijn wereldbeeld was een soort compromis. Een compromis tussen dat van Copernicus en dat van Ptolemeus. De aarde stond in het centrum en daaromheen draaiden de maan en de zon. De planeten beschreven dan weer banen om de zon. Zo loste hij het probleem op van de onregelmatige lusbewegingen van de planeten. De gele zon draait om de blauwe aarde en de rode planeet draait op haar beurt weer om de zon. Zo lijkt de rode planeet, vanaf de aarde gezien, een lus te maken. In 1572 ontdekte Brahe aan de hemel een nieuwe ster die na ruim een jaar weer verdween. Het object bewoog zich tot zijn verbazing al die tijd niet, moest dus echt tot de sterrenwereld behoren en dat betekende dat in tegenstelling tot wat Aristoteles had gezegd, er in de bovenmaanse wereld wel degelijk veranderingen konden optreden. Dezelfde verbijstering veroorzaakte de kometen die Brahe bestudeerde. Mysterieuze verschijnselen die door Aristoteles en zijn volgelingen als een soort uitwaseming van de aarde waren beschouwd. Brahe toonde aan dat het hemellichamen waren die zich in de ruimte tussen de planeten bewogen, dwars door de hypothetische kristallen bollen. Opnieuw een ernstige aantasting van het Aristotelische wereldbeeld.
De gegevens die Braille verzamelde, werden uitgewerkt door Johannes Kepler. Kepler werd geboren in Waalderstad bij Stuttgart. Op de markt wordt deze beroemdste burger van de stad ook nu nog met een standbeeld vereerd. In zijn geboortehuis op de hoek van de markt is thans een museum gevestigd. Kepler is erg belangrijk geweest voor de sterrenkunde. Hij ontdekte bij bestudering van de posities van de planeet Mars dat de waarnemingen alleen klopten wanneer hij het idee van de cirkelbewegingen losliet. In zijn boek Astronomia Nova publiceerde hij zijn eerste twee wetten. De planeten beschrijven ellipsvormige banen om de zon, waarbij de zon in een der brandpunten staat. En de tweede wet? De verbindingslijn zon-planeet, de voerstraal, beschrijft in gelijke tijden gelijke oppervlakte. Dit betekende dat de planeten afhankelijk van hun afstand tot de zon soms langzamer en soms sneller bewogen. Door de oppervlakten van de afgelegde baan gelijk te houden, redde Kepler nog wat van de eenparigheid in de planeetbewegingen. Kepler verklaarde op deze wijze ook de onregelmatige beweging van de planeten. Stelt u zich voor, u bevindt zich op de gele planeet en u kijkt naar de groene. Nu lijkt het voor u alsof de groene planeet achteruit beweegt. Hij gaat langzamer. En nu beweegt hij zich voor ons vooruit. Nu dus achteruit. En nu weer vooruit. Bij Kepler wordt het duidelijk hoeveel moeite het de astronomen kostte zich los te maken van de ideale vormen die bijna 2000 jaar de sterrenkunde beheerst hadden. In een later boek, Harmonicus Mundi, verscheen zijn derde wet. De kwadraten van de omlooptijden der planeten verhouden zich als de derde machten van hun afstanden tot de zon. Deze wet wordt ook wel de harmonische wet genoemd, omdat Kepler zich bij het zoeken naar dit verband liet leiden door de ideeën uit de harmonieleer. Hij zag de wereld als een groot, harmonisch, samenhangend geheel en had een sterk vertrouwen in de eenvoudige wiskundige samenhangen van de kosmos, gebaseerd op de 5 wiskundige basisvormen. In astrologie geloofde hij niet. Hij trok wel horoscopen, maar dat deed hij uitsluitend voor zijn broodwinning. Voor astronomen was er nu eenmaal buiten de universiteit alleen maar een plooi als astroloog. Edelen en welgestelde burgers betaalden om deskundigen hun toekomst te laten voorspellen. Ook in die tijd correspondeerden wetenschappers al met vakgenoten om hun theorieën en ontdekkingen aan elkaar mee te delen of te bediscussiëren. In hetzelfde jaar, 1609, toen Kepler zijn boek Astronomia Nova publiceerde, richtte in Italië Galileo Galilei als eerste een telescoop naar de hemel. Wat hij zag, verbaasde hem zeer. Hij zag dat de maan evenals de aarde bergen en dalen had en dat de planeten er heel anders uitzagen dan de sterren. De planeten vertonen zich als volkomen ronde bolletjes, als het ware kleine maantjes.
Verder zag hij talloze zwakke sterren die voor het ongewapend oog onzichtbaar waren. Dit zou betekenen dat de planeten donkere bollen zijn die rond de zon bewegen en door diezelfde zon worden verlicht. Galilei's ontdekking baarde groot opzien. Bewondering en enthousiasme kwamen van vrienden en medestanders, zoals Kepler, die met hem correspondeerde. Kerkelijke autoriteiten zagen in zijn beweringen echter een aantasting van de fundamentele waarheden van de geloofsleer. De clerus weigerde door zijn telescoop te kijken en meende dat hij door gezichtsbedrog op een dwaalspoor was gebracht. Ook de leer van Copernicus viel nu definitief in ongenade. In 1616 werd deze leer en ook alle boeken erover verboden. Galilei kreeg een verbod de leer van het stilstaan van de zon en de beweging van de aarde nog langer te verkondigen. In zijn boek Dialogo verdedigde Galilei in de vorm van een dialoog tussen de voor- en tegenstanders het Copernicaanse wereldstelsel nog een keer. Hij stelde zich evenwel veel te scherp achter Copernicus op, werd door de Inquisitie beschuldigd van ketterij en werd in 1633 wederom gedwongen de heliocentrische leer af te zweren. Pas twee eeuwen later, in 1822, werd het verbod om het stelsel van Copernicus als waarheid te verkondigen officieel door de Rooms-Katholieke Kerk opgeheven. De definitieve doorbraak dankt dit wereldsysteem dan ook niet aan sterrenkundige ontdekkingen, maar aan de nieuwe ontwikkelingen in de mechanica, de bewegingsleer. Tot die tijd dacht men bijvoorbeeld dat een zware steen sneller viel dan een lichte steen. Op de Scheve Toren van Delft ontkrachtte Simon Stevin deze stelling, geholpen door de toenmalige burgemeester van Delft. Ze lieten twee stenen van verschillend gewicht vallen. De een twee keer zo zwaar als de ander. Mijn teken. En dan gooi je die balletjes naar beneden. De bedoeling is dat ik zie of deze, welke het eerste beneden is, of dat tegelijkertijd gaan. Goed. En Stevin constateerde dat ze vrijwel gelijktijdig de grond bereikten. Later werd dezelfde proef in Pisa nog eens door Galileo Galilei herhaald. De theorie van het ondermaanse en het bovenmaanse van Aristoteles hield ook in dat een beweging altijd de bewegende kracht als oorzaak heeft en dat de beweging ophoudt als die kracht verdwijnt. In dit geval wordt de kracht veroorzaakt door het afschieten van een kanonskogel. Op het moment dat deze kracht uitgewerkt was, zou de kogel loodrecht omlaag vallen. Galilei beweerde het tegendeel. Bewegingen op aarde blijven in principe altijd voortduren, tenzij er een kracht optreedt die dit verhindert. Men ontdekte zo dat een kogel door de zwaartekracht met een cirkelvormige beweging omlaag valt. Newton toonde aan dat een kogel, afgeschoten vanaf een berg, evenwijdig aan het aardoppervlak, bij voldoende snelheid in een baan rond de aarde komt. Isaac Newton, geboren in het Engelse Woolthorpe in Lancashire, studeerde aan het Trinity College in Cambridge, waar hij later ook doseerde.
Aan Newton hebben we vele natuurwetenschappelijke ontdekkingen te danken. Zo was hij de eerste die de werking van het prisma verklaarde. Precies 300 jaar geleden kwam zijn beroemdste boek De Principia uit, waarin de bewegingen van hemellichamen volgens mechanistische beginselen worden verklaard. Bewegingen op en buiten de aarde werden via begrippen als massa en zwaartekracht aaneengesmeed. Zwaartekracht op aarde was en is iets heel gewoons, maar dat zwaartekracht ook bewegingen buiten de aarde regeerde, was een nieuwe ontdekking. Twee objecten trekken elkaar aan met een kracht die recht evenredig is met hun massa en omgekeerd evenredig met het kwadraat van hun onderlinge afstand. Dit is misschien wel de beroemdste natuurwet die ooit werd geformuleerd. Ze bracht opeens de verklaring voor de meest uiteenlopende verschijnselen. De ellipsbewegingen van de planeten, de paraboolbanen van kometen, de afplatting van de roterende aarde en het verschijnsel van de getijden in de oceanen. De wetenschap leek te hebben aangetoond dat we in een mechanistische wereld leven. Een groot raderwerk waarin de toestand op het ene moment volledig door die van het vorige moment kan worden bepaald. De triomf van de Principia drong op allerlei gebieden door en men meende dat het nu alleen nog maar een kwestie was van het opvullen van leemten en het vergroten van de nauwkeurigheid. Steeds nauwkeuriger instrumenten werden ontwikkeld om de omwentelingen van de aarde om de zon te berekenen en daarmee de zonsopgang en de zonsondergang. De kerk kon haar gesloten wereldbeeld niet meer handhaven. Newton werd de blik op de wereld enorm verruimd. Betere telescopen zorgden ervoor dat het heelal steeds maar groter werd. In 1718 ontdekte Edmund Halley, de Britse astronoom, dat kometen periodiek terugkerende hemellichamen zijn. Hij toonde aan dat de sterren geen vaste positie aan de hemel hebben, maar zich langzaam verplaatsen. U ziet dat hier miljoenen keren versneld weergegeven. Aan het einde van die 18e eeuw werd er alweer gespeculeerd over de mogelijkheid dat de zichtbare sterrenwereld een begrensd geheel was en dat zich daarbuiten dan weer veel verder weg andere sterrenverzamelingen bevonden. Christian Huygens, een eminent geleerde die veel van Newtons wetten toetste, was een praktisch man. Hij bouwde telescopen en sleepte zijn eigen lenzen. Hij schreef in het na zijn dood uitgegeven Cosmotheorus: als het zeker is dat de aarde en Jupiter water en wolken hebben, waarom zouden de andere planeten ze dan ook niet hebben? Grote populariteit verwierven de gesprekken over de veelheid der werelden van de Franse schrijver Bernard Le Bouvier de Fontenelle, een van de meest invloedrijke wegbereiders van de 18e eeuwse verlichting. In dit tijdperk werden de bevindingen van de wetenschap op een lichte, hoofse stijl onder het grote publiek gebracht en begon de mens zich bewust te worden van de enorme mogelijkheden van het rationeel wetenschappelijk onderzoek. Nu, 200 jaar later, en na de komst van de algemene relativiteitstheorie, wordt het nieuwe wereldbeeld algemeen aanvaard. De onmetelijkheid van het universum kunnen we aan de hand van een film illustreren.
Elke 2 seconden wordt de afstand tot het aardoppervlak met een factor 10 vergroot. Op 10 miljoen meter afstand is de aarde geheel zichtbaar. We passeren de maan, een 2-tal planeten, de zon en de andere planeten in ons zonnestelsel. Dit verwoordt tot een punt tussen vele andere punten. We passeren de dichtstbijzijnde ster en naderen de rand van ons melkwegstelsel. Naburige melkwegstelsels schieten aan ons voorbij en uiteindelijk stelt elke stip een ander melkwegstelsel voor. Als we vanuit het heden weer terugkeren tot de vroegmoderne tijd, kunnen we zeggen dat zich in de ontwikkelingsgang van de sterrenkunde de algemene beweging van de Europese cultuur heeft weerspiegeld. Aanvankelijk geeft de astronomie een gesloten wereldbeeld weer dat overeenkwam met de gesloten maatschappelijke en religieuze organisaties die in de middeleeuwse voorstellingen gangbaar was. Maar zoals de reformatie en de godsdienststromingen de gesloten kaders openbraken en de ontdekkingsreizen nieuwe onvermoede werelden en culturen openlegden, brak de nieuwere astronomie de besloten aristotelische kosmos open en toonde de telescoop en de mechanica dat de wereld boven de aarde veel gevarieerder was dan de mens altijd gedacht had. De Europese kunst van het begin van de 17e tot het begin van de 18e eeuw wordt algemeen onder de noemer barok gerangschikt. Maar deze generalisering levert moeilijkheden op. Er zijn vaak meer verschillen dan overeenkomsten. Niet alleen verschillen tussen individuele kunstenaars, maar ook verschillen tussen de religieuze en staatkundige achtergronden van de Europese landen. En juist de heersende religieuze opvattingen en de manier waarop de staatsmacht was georganiseerd waren van grote invloed op hetgeen er op kunstzinnig gebied tot stand is gebracht. De term barok moet daarom met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Het is tenslotte een etiket dat omwille van de duidelijkheid later op deze periode is geplakt. Om de barok te kunnen plaatsen, moeten we kijken naar de stromingen die eraan vooraf gingen: Renaissance en Maniërisme.
In de Renaissance stonden de klassieke waarden voorop. Kunst moest aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het menselijk lichaam moest bijvoorbeeld in de juiste proporties worden weergegeven. Het geheel moest evenwicht en harmonie uitstralen. Ten tijde van het manierisme, dat op de Renaissance volgde, wordt met die oude klassieke waarden geëxperimenteerd. Dat zien we op de kruisafname, geschilderd door Pontormo. De houding van de menselijke figuren is gekunsteld. De duidelijkheid van plaats en handeling wordt opgeofferd aan het elegante geheel van de compositie. Er is weinig aandacht voor een duidelijke uitbeelding van het verhaal en de opwekking van religieuze emoties. Het grote publiek kon zich daardoor niet goed met de afbeeldingen identificeren. De educatieve functie van de kunst raakte hierdoor op de achtergrond. Kunstenaars streefden ernaar om hun afbeeldingen ingewikkeld te maken, met als gevolg dat ze vaak alleen begrepen werden door de intellectuele bovenlaag van de bevolking. Halverwege de 16e eeuw komt hier een reactie op, zowel van de kunstenaars als van de kerk. Maar deze stroming, het contramanierisme, is in feite slechts een vereenvoudigd manierisme, ontdaan van de te gekunstelde elementen. Dat was ook een van de wensen van de katholieke kerk. Rond die tijd begint de contrareformatie. De katholieke kerk is de klap van de reformatie enigszins te boven en wil zich duidelijk profileren ten opzichte van de afgescheiden protestante kerken. Kunst is daarbij erg belangrijk. In een samenleving waar 80% analfabeet is, kan van afbeeldingen immers een grote propagandistische waarde uitgaan, als die afbeeldingen tenminste voor iedereen begrijpelijk zijn. Tijdens het Concilie van Trente wordt een aantal beeldbesluiten genomen. Er worden regels gemaakt voor hetgeen er wel en niet mag worden afgebeeld, opdat de kunst een herkenbare, opvoedende waarde binnen de kerk krijgt. Deze beeldbesluiten zijn van grote invloed op wat er in de daaropvolgende tijd zal worden afgebeeld. Ook omdat de kerk in Italië veruit de grootste opdrachtgever was voor de kunstenaars. Omstreeks het begin van de 17e eeuw loopt het contramanierisme op zijn einde en ontstaat in Rome de stroming die men later barok is gaan noemen. Kunstenaars gaan zich weer oriënteren op de Renaissance. Van daaruit gaat men op zoek naar nieuwe wegen. De iconografie blijft grotendeels hetzelfde. Maar de manier waarop de taferelen worden uitgebeeld verschilt sterk. Dit valt bijvoorbeeld te zien wanneer we de kruisafname van Pontormo van de manieristische stroming vergelijken met de graflegging van Caravaggio, een van de meesters van de vroege barok. Het verhaal wordt door Caravaggio eenvoudig verteld. Het speelt zich op menselijk niveau af. Met gevoel voor dramatiek wordt het belangrijkste moment uit een Bijbels verhaal gelicht. Caravaggio gebruikt de werking van licht en donker om zijn visie op het verhaal te accentueren. De afgebeelde heiligen zijn niet langer onbereikbare figuren, maar voor iedereen herkenbaar. Het is moeilijk om precies aan te geven hoe en waarom deze nieuwe stijl ontstaat. Het veranderend wereldbeeld is ongetwijfeld van invloed geweest. Wetenschappelijke ontdekkingen maken de wereld en haar plaats in het heelal steeds duidelijker. De natuur wordt van iets ongrijpbaars tot een serie begrijpelijke feiten. Ontdekkingsreizen brengen Europa in contact met andere culturen. Wetenschap
komt in de plaats van legende. Deze ontwikkelingen hebben kunstenaars geïnspireerd. De barok wordt wel eens omschreven als een confrontatie tussen werkelijkheid en verbeelding. Er is een soms microscopische aandacht voor details, maar ook een uitbeelding van de eigen fantasie. De principes van de Renaissance worden niet zozeer losgelaten als wel uitgebreid. Meer dan in eerdere stromingen is er sprake van open composities. Architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst vormen één geheel, gaan vaak op natuurlijke wijze in elkaar over. Dit valt goed te zien aan het werk van de Italiaan Gian Lorenzo Bernini. Kenmerkend voor Bernini is dat hij zijn karakters steeds treft op het meest expressieve moment. Een voorbeeld is het beeld van Apollo en Daphne. Bernini geeft het moment weer waarop Daphne, nagejaagd door Apollo, verandert in een laurierboom. In 1629 wordt Bernini opperbouwmeester van de Sint-Pieter, die als symbool van de wederopstanding van de katholieke kerk wordt uitgebreid en vernieuwd. Het monumentale Sint-Pietersplein wordt door hem ontworpen. Vanuit de kerk krijgt hij de opdracht mee dat het plein de grootsheid, maar ook de beschermende kracht van het geloof moet uitstralen. Bernini slaagt daarin door het geheel de suggestie van een moederlijke omarming mee te geven. Op de zuilengalerij kijken de heiligen en de martelaren van het geloof toe als voorbeeld voor de andere gelovigen. De barok wil monumentaal zijn, wil de toeschouwer verbazen, wil emotie uitbeelden en emotie bij de toeschouwer losmaken. Iets dat zeker bij de creatie van het Sint-Pietersplein op indrukwekkende wijze is gelukt. In de Sint-Pieter zelf vallen andere kunstwerken van Bernini te bewonderen. Het meest in het oog springend zijn het baldakijn boven het graf van Petrus, de eerste paus, en daarachter, onder de Heilige Geest, de troon van Petrus. Deze troon, die eerst in een zijkapel stond, was nu als symbool voor de positie van de paus als leider van de enige ware kerk overgebracht naar een centrale plaats in de Sint-Pieter. Bernini plaatst graf en troon van Petrus in een theatrale setting. Hij gebruikt brons, glas, stukwerk, marmer, maar ook licht als bouwmateriaal.
Bernini ontwierp ook de Cornaro-kapel. In de Cornaro-kapel zien we dat de heiligen van de Contra-reformatie worden uitgebeeld in de nieuwe stijl. De barok, die immers het hernieuwde elan van de katholieke kerk het best tot uitdrukking kon brengen. De kapel met de extase van de heilige Teresa is hiervan een typisch voorbeeld. Het daglicht dat via een verborgen bovenraam langs de in brons nagebootste lichtstralen achter de heilige Teresa invalt, licht haar op tijdens het moment van opperste extase. De familie van kardinaal Cornaro, in wiens opdracht de kapel werd gebouwd, beziet het tafereel in verwondering vanaf de zijkant. De boodschap is duidelijk. Door gebed en geloof is een werkelijke vereniging met God in dit leven mogelijk. De grootsheid van de barok komt ook tot uiting in het stadsbeeld. Omstreeks 1600 verandert het aangezicht van Rome sterk. De trend van het opkomend koetsenverkeer en de wens van kerkelijke en wereldlijke leiders om hun macht op passende wijze vorm te geven, zorgen voor monumentale gebouwen, brede straten en grote pleinen. Die pleinen moeten worden opgeluisterd met monumenten. Aanvankelijk gebeurt dat vooral met obelisken. Maar Bernini introduceert een typische barokoplossing: fonteinen. Door te kiezen voor fonteinen worden behalve steen en marmer ook water en licht als bouwmaterialen gebruikt. Het geheel krijgt een ruimtelijk en tegelijkertijd levendig karakter. Op het Piazza Navona ontwerpt Bernini een monument waarin de fontein en de obelisk tot één geheel samensmelten. Vanuit Italië verspreidt de barok zich over andere delen van Europa. De Italiaanse barok werd het referentiepunt voor machthebbers elders. De stijl wordt dan aangepast aan de lokale omstandigheden. We kunnen ons afvragen in hoeverre er dan nog sprake is van dezelfde barok. Ook de Franse 17e-eeuwse kunst wordt meestal onder de noemer barok gerangschikt. Toch zijn er duidelijk verschillen met Italië. Was in Italië de kerk de grootste opdrachtgever? In Frankrijk was dat de staat. Vooral gedurende de regeringsperiode van Lodewijk XIV, Le Roi Soleil, stijgt de absolute macht van de staat tot ongekende hoogte. De kunstwereld werd gemobiliseerd en georganiseerd om die macht gestalte te geven. Dat gebeurde centraal, in de in 1648 gestichte academie. Gestuurd door centrale richtlijnen voerden de kunstenaars opdrachten van de staat uit. Meestal in de door de academie gewenste klassicistische stijl. Men valt terug op de oude klassieke waarden: vaste proporties en harmonie,
strakkere vormen, met minder versiering dan de kerkelijke barok uit Rome. In Frankrijk is minder religieuze kunst te vinden dan in Italië. Maar de grandeur, die van de Italiaanse barok uitgaat, is in Frankrijk wel duidelijk aanwezig. In Parijs wordt, net als in Rome, de stad gedeeltelijk opnieuw vormgegeven. Er komen centrale monumentale punten in de stad, die in dit geval de macht van de staat symboliseren. Versailles is ongetwijfeld de meest tot de verbeelding sprekende artistieke creatie van Frankrijk in deze periode. De voltooiing van Versailles was de realisatie van de droom van de zonnekoning zelf. Een symbool voor de macht van de vorst, die zichzelf beschouwde als vertegenwoordiger van Gods almacht op aarde. Het park van Versailles is misschien klassicistisch in zijn symmetrie, maar barok in zijn fantasie en in het overvloedige gebruik van water en fonteinen. De manier waarop het paleis en het park één geheel vormen, valt ook barok te noemen. Het paleis is in dit geheel het onbetwiste centrum. In het paleis ontstaat een hofcultuur die heel exclusief en gedetailleerd is. Ieder gebaar, iedere houding betekent iets volgens vast omschreven gedragsregels. Decor, muziek, kleding en handeling vormen één barok geheel. Een levensstijl die in ieder geval heel ver afstond van het dagelijks leven van de gemiddelde inwoner van Frankrijk. Hoe dan ook, Versailles heeft model gestaan voor de architectuur van de hofcultuur elders in Europa. Bijvoorbeeld van Paleis het Loo in Nederland. In de Republiek der Verenigde Nederlanden waren dergelijke paleizen overigens nauwelijks aanwezig. De Republiek kende geen gecentraliseerde staatsmacht en ook geen Rooms-Katholieke staatsgodsdienst. De Hollandse barokvariant had daardoor een ander karakter dan de kerkelijke Italiaanse of de klassicistische Franse barok en moet vooral binnenshuis gezocht worden. Hoewel de Republiek vrijheid van godsdienst kende, was de invloed van het Calvinisme overheersend. Het Calvinisme legde vooral de nadruk op de verspreiding van het geloof door middel van het woord. Voor kunstenaars betekende dat ze van de kerk weinig tot geen opdrachten hoefden te verwachten. Omdat er ook geen sterk gecentraliseerde staatsmacht was, waren kunstenaars voor opdrachten afhankelijk van de rijke handelaren en de burgerij. Vaak schilderden kunstenaars voor eigen rekening, in de hoop hun werk later te kunnen verkopen. Deze situatie leidde tot beoefening en ontwikkeling van nieuwe genres in de schilderkunst. Landschapsschilderingen, stillevens, genrestukken en het schilderen van historische taferelen zijn enkele van de genres die in die tijd worden beoefend. De Noord-Nederlandse schilderkunst kenmerkt zich door een grote mate van realisme en zette zich daarmee duidelijk af tegen de gekunsteldheid van het manierisme. Door die nadruk op het realisme zijn er ook veel taferelen te vinden die het dagelijkse leven uit die tijd weergeven. In de Republiek is niet echt sprake van de ontwikkeling van duidelijke scholen, maar eerder van een sterk ontwikkelde individuele schilderkunst. Rembrandts werk kenmerkt zich ook door een duidelijk eigen stijl.
Misschien is hij barok te noemen in de manier waarop hij in zijn schilderijen de werking van licht en donker tot het uiterste onderzoekt. Maar ook in het naturalisme en de spontaniteit zijn elementen te vinden die de Hollandse schilderkunst enigszins verbinden met de Italiaanse. Met name een Italiaanse meester als Caravaggio heeft invloed gehad op de Hollandse schilderkunst. Zijn uitbeelding van de roeping van Matthäus is vergelijkbaar met die van Hendrik ter Bruggen uit de Republiek. Rembrandt heeft met Caravaggio gemeen dat de toeschouwer zich gemakkelijk in de geschilderde religieuze figuren kan herkennen. De afgebeelde heiligen zijn ook bij Rembrandt, hier zien we de verloochening van Christus door Petrus, geen onbereikbare wezens, maar mensen van vlees en bloed. De toeschouwer kan zich direct in het tafereel verplaatsen. Maar het overvloedige, totale karakter dat de barok in Italië heeft, is in de Republiek afwezig. In de zuidelijke Nederlanden ligt de situatie duidelijk anders. Hier overheerst het rooms-katholicisme, maar is er tevens invloed van de staatsmacht op de kunst. Peter Paul Rubens is hier de centrale figuur. Hij reisde in 1600 naar Rome, het onbetwiste centrum van de kunst. Nam oude en nieuwe invloeden in zich op en verwerkte ze tot een verbluffende eigen stijl. Terug in Antwerpen wordt zijn atelier tot het belangrijkste centrum, waarvanuit de nieuwe visie wordt verspreid over Noord-Europa. In zijn werk zien we een tot dan toe bijna ongekende intensiteit en vitaliteit. Een nieuwe krachtige synthese, vrij van iedere klassicistische beperking. Een stijl die veel dichter bij de Italiaanse barok staat dan hetgeen er in de noordelijke Nederlanden wordt gemaakt. In Italië en de rest van Europa breidt de barok zich na verloop van tijd uit over alle mogelijke terreinen. Barok beperkt zich niet alleen tot beeldhouwkunst, schilderkunst en architectuur, maar wordt in sommige kringen een manier van leven. Muziek, dans en kleding worden glorieus gepresenteerd. De toeschouwer valt van de ene verbazing in de andere. In deze tijd ontstaan ook de eerste opera's. Aan de decors, de effecten en de aankleding wordt de grootst mogelijke aandacht besteed. De verbeelding aan de macht. Het is ook de tijd waarin processies op grote schaal worden georganiseerd. En bijvoorbeeld het stierengevecht in Spanje wordt aangekleed.
kostuum van de toreador is barok. Het biedt geen bescherming, maar is zuiver decoratief. De invloed van de barok gaat ook ver buiten Europa. In de koloniën vergezelt de barok de komst en prediking van het christendom. Daar versmelt de barok met de plaatselijke culturen. In de 18e eeuw mondt de barok vooral in Frankrijk en Duitsland uit in de rococo. In de overdaad van de rococo vindt de barok misschien wel haar natuurlijke dood. De theatrale effecten die worden gebruikt om de toeschouwer te verbazen, zijn niet langer een middel, maar een doel op zich geworden. De grotere onderlinge samenhang ontbreekt. De kunstvoorwerpen zijn allemaal op zichzelf staande eilandjes van overvloedige decoratie geworden. De barok is in deze variant tot in het extreme doorgevoerd en rijp om te worden opgevolgd door nieuwe stromingen in de kunst. Wanneer we de barok in haar geheel bekijken, is het moeilijk om geografisch en thematisch overeenkomsten te ontdekken. De term is enigszins aan inflatie onderhevig, omdat zij eerst alleen betrekking had op de kunst en later ook van toepassing werd op andere terreinen van het leven. We moeten ook niet vergeten dat de term barok pas aan het eind van de 19e eeuw is toegekend aan het 17e eeuwse Europa. Het begrip barok had daarvoor andere betekenissen. Tot die tijd betekende barok vooral ontaarde kunst. Ontaard omdat het afweek van de klassieke idealen. De kerkelijke Italiaanse kunst, de klassicistische Franse hofkunst en het Noord-Nederlandse realisme hebben stilistisch weinig gemeen. Maar in de mentaliteit die met de barok samenhangt, zijn wel overeenkomsten aan te geven. De barok zet zich af tegen de gekunsteldheid en probeert mensen te overtuigen, in vervoering te brengen en te intimideren. Het is de kunst van de overreding. Kunst die de toeschouwer direct aanspreekt en meevoert in datgene dat wordt uitgebeeld. Misschien dat deze overeenkomst het etiket barok, dat zo ruw op deze periode is geplakt, mag rechtvaardigen.